Hey allemaal en welkom bij deze video. Vandaag neem ik jullie mee in mijn avondroutine, want daar had ik alweer zin in. Is die heel erg veranderd tegenover de vorige keer? Ik denk het niet, want ik vind het gewoon leuk om nog een keer te laten zien. En mijn tips en tricks, let's go. Om te beginnen wat ik al had gedaan, want pas toen ik het deed dacht ik van, misschien kan ik wel eens een video maken hierover. Wat ik altijd doe, s'avonds, is mijn bril al inspuiten. Dus wat ik doe is, zeg maar, op de achterkant en een paar keer op de voorkant en dan laat ik het zo een beetje intrekken. Hello. Even het geluid aan doen. Laat ik het zo even intrekken terwijl ik al de rest doe en straks maak ik hem schoon en dat spaart echt 5 minuten tijd 's ochtends. Dus let's go. Oké, ik heb vandaag al best een lange dag gehad. Ik ben wakker sinds 5 uur. Het is momenteel 10:30 s'avonds en het is tijd om mijn make-up eraf te halen. Wat een schijfje. Ik begin vandaag met deze crème reiniger voor mijn ogen. En tegelijkertijd maak ik ook al een wat schijfje met andere cleanser klaar. De reden dat ik vandaag iets heftiger wil is omdat ik glinsterend oogpotlood op heb. Dat je het een beetje kunnen zien. En het gaat er heel moeilijk af met gewone reiniger, zeg maar. Dus wat ik dan doe is wat van die crème reiniger. Daar ben ik eigenlijk helemaal geen fan, want ik had hem verkeerd gekocht. We gebruiken hem op, beetje bij beetje. Verdeeld over 2 wattenschijfjes en even laten liggen. Dan neem ik dus als met die gewone reiniger, met warmboomwater. Heerlijk ontspannend voor je ogen dit. En daarmee pak ik de laatste restjes weg. Een tip voor make-up afhalen, wees niet zuinig met wattenschijfjes. Dus pak gewoon een nieuwe, doe het nog een keer opnieuw. Dat is echt mijn tip. Oké, het micellair water wat ik gebruik is deze van Garnier voor gevoelige huid. Dat ik volgens mij dus gratis bij kreeg. Het is bijna leeg. Dus eerst gewoon. Je hoeft niet met 2 te doen, maar ik ben het gewend van gezichtsreiniging te doen. Als in, ik heb het ook op school geleerd, maar als je het gewoon zo prettig doet met eentje, dan doe je het gewoon eentje. Zo simpel is het. Oren. Nek, want die wordt heel vaak vergeten door heel veel mensen. Ook heel goed in die plooitjes en dan bij je neus en zo. Het is daar dat de puistjes en de talg zich opstapelen. Even nog een nieuwe pakken. Ik pak er meestal nog eentje voor even. Dit is echt een kutdop, jongens. Goed langs je haarlijn. Je kunt je misschien make-up in je haarlijn doen, maar wat dan uit is, komt het daar toch wel een beetje terecht. Wat ik vervolgens doe is een paar keer per week met de kliniek reinigen, die heb ik dus nu ook. En die haalt nog een keer alle restjes make-up weg, maar ook een klein laagje huid, zeg maar de dode huidcel haalt die weg. Het ontvet enorm goed. Als laatste stap van de reiniging een gewone tonic eroverheen. En dan kan je dit ook al als een soort tonic houden, maar ik vind dat ik die Nivea eroverheen doe, is het perfect. Oh. Die spuit alles echt gewoon super lekker. Allemaal verfrist, echt lekker. Echt mijn ultieme favoriete Nivea product volgens mij. Tot zover de reiniging. En vervolgens ga ik verder met de verzorging. De verzorging staat ook op een heel makkelijke plek. Oké, oogcrème. Gebruik ik deze van Kruidvat Original. En dan gaan we er een lekkere nachtcrème doen, maar die zit volgens mij in de bakjes. Ik kijk ook altijd even mijn huid na, zitten er veel puistjes op. Maar dat valt op het ogenblik wel mee, niks om echt specifiek een aanval op te gaan doen. Dus wat ik wel ga doen, is even een goede vochtinbrengende crème doen. Een nachtcrème hoeft niet altijd per se een nachtcrème te zijn. Zoiets heel goed vochtinbrengend is ook meestal wel echt heel goed gewoon. Meer wil ik er vandaag niet aan doen. Zo. Het enige wat ik wel nog ga doen is een beetje lippenbalsem, babylips. En dat is mijn avondroutine. Voor de rest van de avond zit ik gewoon nog lekker op bed. Ik kijk op tv. Ik heb het vriendinnen. Als je kan zien, dit is niet getimed. Zet bel me. Hi. Hi. Het is echt super mooi getimed dit. Wat? Dit is mooi getimed. Ik was een video opnemen over mijn avondroutine. En ik zei net, voor de rest van de avond zit ik op bed en app ik en doe ik leuke dingen. En toen belde jij. Ik wil je niet. Dus zeg hoi. Je filmt hoi? Ja. Moet ik even naar komen anders? Nee, is prima. Maar het is gewoon heel toevallig, omdat ik het net zei. Wat? Ik zei het net, dat ik bel en doe. En... ik wou natuurlijk net zeggen van, je doet anders, wil je ofzo. Is daar? Oké, maar dit was het. Ik ga lekker avond hebben. Doei! Mama. Doei! 3 hours later. Goedemorgen en de avondroutine voor de ochtendroutine. Ja, let's go. Ik heb 10 minuten om me klaar te maken. Avond- en ochtendroutine. Het was wel een super snelle ochtendroutine. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ga gewoon kijken en...